Goedemorgen op deze mooie maandagmorgen 23 oktober. Ik ben Yvonne Dam van de Meester Self Coaching en vandaag hebben we een heel mooi interview over hoe focus je op wat echt belangrijk is, samen met Kirsten van der Ham. Ik ben ontzettend blij, want ik vind het heel leuk dat Kirsten hier is. Ik zal mezelf eerst nog even voorstellen. Yvonne Dam, Meester Self Coaching. Ik help mensen om te focussen op wat echt belangrijk is, zodat je meer tijd en meer energie hebt om echt van het leven te genieten. En omdat ik dat heel belangrijk vind, maar omdat ik ook weet dat er heel veel verschillende aspecten zijn bij focussen op wat echt belangrijk is, heb ik een serie opgezet met enorm mooie experts die jou vanuit hun invalshoek tips geven over hoe je dat nou doet. Focussen op wat belangrijk is. Kirsten, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, goedemorgen. Nou, ik ben Kirsten van der Ham. En met mijn bedrijf PA Takeaway neem ik eigenlijk de ondernemers aan de hand om in beeld te komen bij hun ideale klant. Mijn expertise ligt op het gebied van online marketing. Dus ik help eigenlijk met bloggen, nieuwsbrieven en social media om op een positieve manier jezelf te uiten en in beeld te komen bij jouw ideale klant, die waar je graag door gezien wil worden. Oké, nou, klinkt fantastisch. En jij had ook een aantal hele mooie tips voor ons voorbereid. Wat is je eerste tip? Mijn eerste tip is, blijf vooral bij jezelf. Omdat over het algemeen, wat je doet, is vaak niet uniek. Er zijn meerdere ondernemers die hetzelfde doen als wat jij doet. Alleen wat jouw bedrijf uniek maakt, ben jij zelf. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je dus ervoor zorgt dat jij in wat je doet blijft doorschijnen. Ja. Ik hoor heel vaak van klanten, zeg maar, hoor ik van joh, ik hoor heel vaak wat ik moet doen. Ik moet zoveel nieuwsbrieven per maand versturen. Ik moet zoveel berichten op social media zetten. En wat ik altijd zeg is, ik geef handvatten van wat je kunt doen. Ja. En hoe jij dat toepast, dat moet jij weten. Je moet doen wat bij jou past, want anders ga je, zeg maar, toneel spelen. Ja. En dan voel je je niet meer lekker bij wat je aan het doen bent. Dus blijf vooral bij jezelf en doe waar jij je lekker bij voelt. En laat jezelf zien, want jij bent je bedrijf. Ja, heerlijk. Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik, voor mij maakt het heel erg uit wie, zeg maar, de eigenaar is of wie de training of wat ook aanbiedt. In mijn ervaring, als ik daar geen klik mee heb, dan mag de content nog zo mooi zijn, maar dan ga ik niet met jou in zee. Dus ik merk aan mezelf dat ik echt wat jij zegt heel erg onderschrijf. En ik zie ook heel veel mensen die hetzelfde aanbieden, hè, en allemaal met hun eigen, nou ja, draaide aan. Maar ik ben helemaal met je eens. Voor mij maakt het uit wie het is. En daarom vind ik het ook belangrijk dat je ook ziet wie erachter zit. Hè, want dat is allemaal wel eens geneigd om te denken, nou ja, ik doe allemaal hele mooie posts, maar ja, ze hoeven mij niet te zien. Dat heeft misschien ook met je rimpels te maken. Of een reden waarom je liever niet in beeld wilt. Dat snap ik helemaal. Alleen als ik jou niet heb gezien, vind ik het ook heel moeilijk om met jou in zee te gaan. Want ja, heel eerlijk, ik wil wel echt een leuk iemand en waar ik een klik mee heb. Absoluut. Ik onderschrijf het helemaal vanuit mijn eigen ervaring. Heerlijk, blijf jezelf. Oké. Vijf, dank je. En wat is je tweede tip? Mijn tweede tip is investeer in je netwerk. Dus heel veel mensen die hebben heel veel connecties op hun LinkedIn bijvoorbeeld. En weten eigenlijk niet wie het zijn. Mm-hmm. Dus mijn advies is, ga ze leren kennen. Dus maak van connecties, maak daar contacten van. En ga ze leren kennen door middel van berichten sturen. Of je krijgt veel... LinkedIn geeft ook bijvoorbeeld een verjaardag aan. En niet iedereen vindt dat geweldig. Maar je kan dus, als je iemand feliciteert met een verjaardag, dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om een gesprek aan te gaan. Voor het geval dat je dat lastig vindt. Maar je kunt ook een bericht sturen van, hey, we zijn gelinkt. En wat doe je eigenlijk? Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig van wie je nou precies bent. En wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. Ja. Want op het moment dat je dus
een lijst hebt met warme connecties, ja, dan kun je ook elkaar helpen. Dan kun je ook je ogen open houden voor elkaar als er bijvoorbeeld een interessante opdracht voorbij komt. Of ja, op andere manieren. Dus het is heel belangrijk om gewoon iets dieper erop in te gaan en het wat minder oppervlakkig te houden. Ja, ja, en ik moet gelijk denken, want we hebben elkaar ontmoet via LinkedIn. Ja. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat wij een goed voorbeeld zijn voor je netwerk. Ja, ik moet zelf nog heel erg lachen, want ik weet wel dat het eerste gesprek was een kennismakinggesprek, maar dat ging gelijk als een enorme sneeuwbal verder. Dus vandaar dat we nu deze Be Live samen doen. Maar ik ontschrijf het helemaal. En wat ik zelf zie, is bijvoorbeeld bij LinkedIn. Hè, jij zegt het over die verjaardagen. Dat vind ik een hele fijne. Want soms is het ook moeilijk om vanuit het niets zeg maar, naar iemand uit te reiken. Zonder dat je gelijk te verkoperig overkomt. Mijn tip zou daarbij wel zijn. Ga dan wel, wijk af van die standaard verjaardagmail. Hè, want ja. Wat LinkedIn heel goed doet is als congratulations staat. Ja, ik heb een Engelse versie, maar... He, dat staat er. Ja. Maar ik weet wel, op mijn verjaardag kreeg ik echt, ik geloof, 100 van die congratulations dingen. Dat ik dacht, ja, oké, je hebt ook op een knopje gedrukt. Dus maak hem dan even, al zet je er maar bij van, ik wens je een fijne dag, weet je. Als je niet echt daar helpt. Maar maak hem even iets persoonlijker. Dat zou dan daarbij zeker mijn tip zijn. En ja. Ja, ik ben met je eens, je hebt zeg maar je koude en je warme netwerk en... Nou ja, super als je dat zeg maar heel warm maakt, want je weet nooit waar het toe leidt. Het hoeven niet altijd klanten te zijn, maar het kan dus ook een samenwerkingsovereenkomst zijn, waar je het volgens mij ook voor uithaalt. Ja. Absoluut. Kijk, je, over het algemeen kun je je doelgroep, je potentiële klanten kun je wel aardig benoemen, maar je hebt geen idee wie je ambassadeurs zijn. En je ambassadeurs zijn net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan je klanten. Ja. Dus juist door net even dat beetje extra aandacht en met een verjaardagsmail ook wat je zegt van maak hem persoonlijk. Maar stel ook een vraag van joh, hey, wat heb je vandaag gedaan? Dus ga dat gesprek aan, want dan ga je elkaar leren kennen. Ja, ja. Ja, en wat helpt volgens mij ook bij het niet willen verkopen dan, is inderdaad niet vanuit jezelf gaan, maar vragen van wat doe jij en weet je, hoe was je dag? Omdat die andere dan denkt, en dat is ook zo, dat er oprechte interesse is. In plaats van dat je overkomt als... Want daar heb ik wel een hekel aan, moet ik eerlijk zeggen. Zeker bij LinkedIn. Ben je net connectie en dan krijg je gelijk een mail van... je moet dit en je moet dat van me kopen. Nou ja, dan persoonlijk heb ik gelijk zoiets van... ik zou je willen, nou ja, niet ontvrienden. Maar voor mij hoeft het dan niet meer. Terwijl als je oprecht zegt van... Hey, welke waarde kan ik voor jou toevoegen en wat doe jij... Ja, daar heb ik wel oren naar, zeg maar. Ja. Absoluut, dus zeker weten. Je kan dat ook op een verkeerde manier doen. Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, als je het heel erg opdringerig gaat doen, kijk, dat vindt niemand fijn. Nee. Dus dat is hetzelfde als dat je om 6 uur gebeld wordt van, komt het even uit voor een enquête of iets, of een energiemaatschappij. Ja, nee, dat komt niet even uit. Dus als je inderdaad iets toevoegt voor de ander wat interessant is, of echte interesse. Ja. En dan is het niet meer verkopen. Dan is het gewoon kijken van, hey joh, wat kan ik voor jou betekenen? Ja. Dat is veel leuker. Ja, helemaal eens. Nou, super tip. Dankjewel. En wat is de derde tip die jij voor hebt bereikt voor ons vandaag? Ja, tip, dat is misschien nog wel de allerbeste. Want tip nummer 3 is, het hoeft niet perfect. En het grappige is dat ik ben dus echt een perfectionist. Ja. En voor mij als perfectionist, toen ik net voor mezelf startte, was het ook het gevoel, ik moet alles goed doen. Het kan toch niet zo zijn dat ik als zelfstandig ondernemer iets in mijn vakgebied niet goed kan. Ja. Nou, daar ben ik inmiddels, na 5 jaar ben ik daar wel van teruggekomen, want ook ik kan niet alles perfect. En net zoals met berichten of zo op social media... In het verleden, als ik dan wel eens een schrijffout of zo maakte, had ik zoiets, oh, dat kan toch niet? Ik als de personal assistant, als de expert, dat kan toch niet? Maar nu heb ik zoiets, ja, weet je, ik ben ook mens en ik maak ook wel eens fouten. Ja. Dus wat ik heb geleerd is dat op het moment dat ik alles perfect wil doen, doe ik helemaal niks. Want het is nooit perfect. Dus vervolgens komt er helemaal niks uit mijn handen, want ik ben constant het aan het perfectioneren. Ja,
Dus de tip is, het hoeft niet perfect. Nee. Juist als je dingen gaat doen, in actie gaat zetten en gaat laten zien, gaan mensen met je meedenken. Die zien inderdaad van, hé, wacht even, jij bent ook mens. Ja. Ik ook mens, dus ze herkennen zich daarin. Dus, en ja, je bent zichtbaar. Ik had een, om daarop in te haken, ik heb toen ik begon een mantra mijn eigen gemaakt. En dat mantra is progress, not perfection. Want anders dan kwam er helemaal niks uit mijn handen. En ik merk wel, want jij hebt het over social media, dat ik vaak, heb ik ontdekt, vooral op mijn telefoon. Als ik dan ineens zo'n, weet je wel, spur of the moment heb, dat ik denk, oh, dit wil ik even delen. En dan typ ik het en dan kijk ik terug en denk ik, ach, van, hoe heb ik dat nou kunnen doen? En nou ja, gelukkig zit er altijd zo'n editknopje op, hè, dus dat is ook heel fijn. Ik Ja. ben aan het werken en dan kan ik het weer verbeteren. Maar ik heb, wat jij ook zegt, ik heb liever dat ik het dan deel omdat het dan goed voelt. Want als ik langer wacht, dan heb ik zelf niet meer het enthousiasme of het Nee. komt niet uit of ik maak de drempel te hoog, hè, want dan moet ik bijvoorbeeld weer achter mijn laptop zitten. Maar ja, die is dan weer boven en nou noem het allemaal op. Dus ik ga nu gewoon, maar ik herken ook, want toevallig, ik zit er gelijk aan te denken. Ik had gisteren, want ik onderneem ook in het Engels, een blog geplaatst. En toen kreeg ik een melding van een Engelsman. En die zei, ja, je blog is fantastisch, maar er staat een typfout in. Je hebt Amsterdam geschreven in plaats van Amsterdam. En toen dacht ik al, nou, als hij dat aanwijst, dan zitten er meer Ja. typefouten in, hè? Want anders ga je niet zo'n, dat is zeg maar, daar kan niemand boos over worden. En toen ging ik het nakijken, dacht ik echt, oh mijn hemel. En ik had het nog door iemand na laten kijken, maar goed, ja, weet je, misschien heb ik het niet aangepast of ik weet het niet. Dus ik alles aanpassen, helemaal blij. Dus ik ging ook terug naar hem, nou wat fijn dat je met me meekijkt. En hij zei, ja, ik dacht dat je boos zou worden. Ik zeg, nee, ik vind het alleen maar prettig dat iemand mij attendeert op het feit dat ik het beter kan doen. En ik heb natuurlijk wel weer, als we het nou over die relaties bouwen, ik heb weer een heel mooi moment, want hij dacht aan mij, ik bedank hem en mijn relatie is weer versterkt, zeg maar. Dus ik zeg daarmee niet dat je fouten moet maken omdat het zo goed is voor je relatie bouwen. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen. Ja, wat jij zegt, dat menselijke, en het is heel fijn als mensen je gewoon helpen en accepteren dat. Ga dan niet jezelf helemaal gek maken, want ja, het kan gewoon niet alles perfect. Dus. Nee, eens. Plus ook met de films. Ik weet niet, je zal vast wat films kijken. Bij sommige films heb je aan het eind heb je de bloopers. Nou, Ja. ik vind ze geweldig. Ik vind ze misschien nog wel leuker dan de film zelf. Ja, Omdat dat je klopt. daarbij dus weer ziet van, hé, wacht even, het is niet in één keer goed. Nee. En juist dat als iemand zich stoot of weet ik veel wat, juist dat herkenbaar, ja, dat is komisch. Ja. Dus je mag best komisch zijn. Je hoeft niet altijd geweldig te zijn. Is wel Dat... leuk. Maar als je altijd geweldig bent, dan herkent niemand zich in jou. Nee, dat is Dan ook ben niet. je daar ergens. Ja, nee, maar dat is heel saai. Want je wil ook geen zaken doen met iemand die perfect is. Want dan, voor mij dan, wordt de stap te groot, hè? Kijk, ik ben niet perfect, dus ik wil ook niet zaken doen met iemand die helemaal perfect is. Want dan denk ik, ja, daar ben ik niet. Als jij er nou een beetje tussenin zit, dan denk ik, nou, met jou wil ik wel eens. Dat durf ik wel. Ja, die stap hangt wel aan. Ja, nee, dat herken ik inderdaad helemaal. Ja, en jij zegt over die bloopers. Ik heb ook, als ik zo'n video opmaak, ik heb wel eens gedacht om zo allemaal van die bloopers achter elkaar te zetten. Ja, dat heb ik nog Nou, niet ik gedaan. ga hem kijken. Ja, dat begrijp ik. Nou, wie weet, ooit. Ja, het zou wel heel grappig zijn. Ik heb ook een keer gehad dat ik een filmpje aan het opnemen was en toen moest ik keihard niezen. Ja, dat heb ik toch even uitgeknipt. Nou, Anyway. ja, kan gebeuren. Ja. Hey, en dus een heel mooi mantra, hè? Progress not perfection. Heel mooi wat jij zegt, wees niet perfectionistisch, maar ga het vooral doen. En wat je refereerde aan social media, en dat is iets waar jij eigenlijk, hè, daar ben je gewoon super goed in. En jij hebt ook iets gaafs voor ondernemers die nu kijken.
Die denken van ja, jij zegt dat allemaal zo heel leuk, maar jij bent de expert. En ik worstel daar gewoon mee, want laten we eerlijk zijn, social media is voor heel veel ondernemers één van de moeilijkste dingen, hoewel het één van de belangrijkste dingen is. Want we hebben het nu over LinkedIn, maar je hebt nog zoveel andere platforms. En waar richt ik me dan op en hoe doe ik dat dan? Hoe vaak post ik wat jij zegt, hè? Ja. En jij hebt daar iets gaafs voor. Kan je even vertellen wat voor gaafs jij daarvoor hebt? Ja, absoluut. Kijk, als ondernemer, zeker als ondernemer, heb je altijd zoiets van in je vriendenkring, heb je niet altijd ook ondernemers bij. Dus het is lekker om eens te sparren met een mede-ondernemer. En dat ben ik. Dus ik ben een ondernemer en mijn expertise ligt nou toevallig op het gebied van online marketing. Ja. Dus wat ik aanbied is een brainstorm sessie van 3 kwartier. Ja. En daarin bespreken we jouw bedrijf. Dus even, wat doe je nu? Wat is je doel? Wat wil je graag bereiken? En hoe kun je online marketing daarin gebruiken? En dan op het gebied van weer van wat doe je nu? En ja, hoe kun je het nog beter inzetten? Hmm. En dan kun je denken aan inderdaad meer berichten of meer variatie qua berichten. Of textueel van ik krijg geen likes. Dus wellicht dat door het anders opzetten van de tekst dat je meer interactie krijgt. Dus ja, dat zijn een paar onderwerpen wat kan. Dus waar we naar kijken. En het is een gratis sessie die ik aanbied. En iedereen die ik nu heb gesproken tijdens een brainstorm sessie. Die zegt van wauw, dit is geweldig. Het is fijn dat er gewoon iemand met je meedenkt. En ook ja, iemand op mijn eigen vakgebied. Hè, die dan zegt van oh wacht even. Maar ik verval altijd in de valkuil. Dat ik met iemand anders ga meedenken. Ja. Dat herken ik ook. Dat doe ik ook. En op dat moment is het dus even. Het is 3 kwartier puur voor jou. Jouw bedrijf. Ja. En we gaan kijken hoe jij meer uit jezelf en uit jouw bedrijf kunt halen. Dus dat is wat ik aanbied. Heerlijk. En ik heb de link gedeeld. Net, dus maak de afspraak, het kost je niks. Maakt ook niet uit waar je woont, want daar hebben we vandaag niet gedaan, Kirsten. Maar waar bel jij nu vandaan? Spijkenisse. Spijkenisse. Dat ligt onder de rook van Rotterdam, zoals ze dat zo mooi zeggen. Ja. En daar heb ik mijn kantoor. Ja, maar het fijne is dat dit, net zoals, hè, want ik ben in Londen, jij bent in Spijkenisse, dat ja, gratis sparringsgesprek, dat kan gewoon online. Hoef je niet voorbij ja, bij je op de koffie. Kan gewoon via ja, Zoom of wat je ook gebruikt, Skype. Ja, yes, oké. Okay. Nou, dus het mag wel. Als je in de buurt woont, dan ben je van harte uitgenodigd om hier langs te komen. Maar het kan inderdaad ook gewoon via Skype, dus online. Dus geen reistijd of moeilijk genoeg. Helemaal goed. Nou, geweldig. En wat ik daarbij dan wil aangeven, want iets wat ik heel veel hoor om me heen, is van ja, dat is hartstikke leuk, maar daar heb ik geen tijd voor. En dan heb ik zelf iets heel gaafs. Ik ben namelijk vandaag gestart met een waanzinnige training, Win Tijd en Geniet Meer, die jou kan helpen om extra tijd te creëren, zodat je echt aan de gang kan met wat jij nu het belangrijkst vindt. Dus als dat is social media, en je wil die afspraak maken, maar je weet niet precies hoe je dat moet inplannen, zou ik zeggen, doe eerst even die training. Want het is ongeveer een investering van 10 minuten per dag. En als je het goed doet, levert het je zeker een uur extra op in de toekomst. Dus, heb je daar interesse in, schrijf je in. Er doen al meer dan 400 mensen mee. 435 om precies te zijn. En ja, het is alleen maar top als je meedoet. Dus, mooie tips. En ik heb, het is echt onwijs gaaf, moet ik zeggen. Hele leuke, het is heel leuk. Ik ga erover ophouden, want ik word heel enthousiast. Ha! Dus, dat waren hele mooie tips. Er zijn ook wat mensen die kijken. Als jullie nog een vraag hebben, laat het even weten. Want we horen graag van jullie wat je bezighoudt. En ja, Kirsten, jij bent hier om dingen nu te beantwoorden. Even kijken, ik zal even laten zien wat. Hey Ingrid, goedemorgen. Ingrid, heb jij nog een vraag voor Kirsten over social media? En wacht ik even af, want ik kan me voorstellen dat Ingrid nog wel wat wil vragen. En degene die nog meer kijkt, maar die nog niet hebben gehoord. Maar heb jij nog een laatste iets, Kirsten, wat je vanuit jouzelf wilt delen?
Wow, oké, die. Want als het niet is, Ingrid die komt later op terug. Maar als je verder niks hebt, dan ik wil gewoon even checken. En anders Ja, ronden we. nou ja, kijk, wat ik in principe heb voor de mensen die hier in de buurt zitten, we hadden het vooraf al even over. Ik heb 1 keer per maand heb ik een koffie met Kirsten. Ja? En dat is dus een training hier op locatie in Spijkenisse, waarin Ja. je gratis kunt deelnemen. Dus puur dat je kunt zien van, hey, wie ben ik, hoe doe ik het en wat kan ik jou leren? Ja. Waarbij ik dus iedere keer een ander onderwerp over online marketing behandel. Dus ik zou zeggen, schrijf je vooral, woon je in de buurt, schrijf je vooral in, kom een keer langs, kom koffie drinken, je krijgt er wat lekkers bij. En ja, je krijgt gewoon concrete tips die je kunt toepassen voor jouw online marketing. Dus het is echt super waardevol. Ja, en dan gaan we weer terug naar tip 2. Werk aan je netwerk. Hè? Want dan is er ook Ja. gelijk een goede netwerk. Nou ja, ik wou zeggen oefening, maar een netwerkmoment. Juist, juist. Heerlijk. Nou, dankjewel voor deze hele mooie tips. Dit was vandaag weer de aflevering. Hoe focus ik op wat echt belangrijk is? Super dat je erbij was. Ik ben Yvonne Dam van de Meet Yourself Coaching en ik help jou om te focussen op wat er echt toe doet. Tot snel!